Sorry. Ja. Je begon net aan een boomgaard. Ja. Dus dan kun je nog even. Ja, wij gaan weer beginnen. Ik heet u allen hartelijk welkom terug. Ik praat even door, zodat mensen horen dat we weer begonnen zijn. En ik hoop dat iedereen stilletjes gaat zitten. Er is ook een klimaatsnackbar aan het begin van het gebouw. En als iedereen weer teruggekeerd is om met zijn biertje, wijntje hier te zitten, dan kunnen we beginnen aan het... Wat is een klimaatsnackbar? Klimaatsnackbar, nou dat, ja, dat ga maar kijken. Joh. Okay. Ja. Klinkt goed. Het is in ieder geval zo dat daar betracht wordt om de voetafdruk zo klein mogelijk te maken met wat je eet. En aangezien de hele klimaatproblematiek zwaar verweven is met onze voedselgewoonten, landbouwgewoonten en de cultuur van onze landbouw, om maar een tautologie te gebruiken, dachten we dat het ook leuk was om met het voedsel iets te doen hier als mensen honger hadden. Maar goed, welkom terug. We gaan in dit blok onder andere met psychologen en filosofen praten. Waarom het zo moeilijk is om iets te veranderen in het leven. We gaan praten met iemand die de duurzame troonrede schreef. En we zijn nu dus op 1/3 van de marathon. Leven jullie nog? Ik heb het eerder gedaan, maar ja? Ik heb 2 espresso's en dat helpt. Ja. Ik heb een eerste glas wijn en dat helpt ook. Witte wijn. Witte wijn. Maar Femke, jij gaat eerst het blok de eerste tafel aftrappen. Dus aan jou de eer. Leuk. Ik moest eigenlijk denken aan mijn eigen kamerperiode. Heel erg lang geleden. En de keren dat ik dan het milieu wilde aansnijden in de kamer, dan was er altijd wel Ik dacht dat je op kamers ging, maar je hebt de kamer. Nee, dat is nog langer geleden. Ja. Nee, de Tweede Kamer. Ja. Als ik dan eens een keer het milieu wilde aansnijden, dan was er altijd wel een gistkamerlid van een andere politieke partij. En die zei dan, daar hebben we Halsema weer met het geheven vingertje. Ik heb nog steeds dat ik hem eigenlijk niet echt omhoog durf te steken. Want het is namelijk een heel effectief einde van elk debat. We vinden dat we iets moeten doen aan het klimaat. Maar we hechten aan ons levensstijl. We willen niet gemoraliseerd worden. We willen niet gepsychologiseerd worden. En dat maakt elk debat over klimaat heel ingewikkeld. Want zoals Jan Rotmans zei, de vraag is of we iets aan het klimaatprobleem kunnen doen zonder ook onze levensstijl en onze moraal ter discussie te stellen. Daar gaan wij over praten in een aantal discussies. Maar eerst met 2 filosofen. Herman Philipsen, zoals je net zelf zei, geëmeriteerd. Wat toch wel verdacht veel lijkt op geëuthanaseerd. Het is ook bijna hetzelfde. Het voelt hetzelfde, hè? Aan de Universiteit Utrecht. Naomi van Steenbergen, ethicus, ook aan de Universiteit Utrecht. En allebei met een grote belangstelling voor het klimaatprobleem en gedragsverandering en de moraal. Herman, je noemt het een perfecte morele storm. En wat bedoel je daarmee? Ja, die uitdrukking komt overigens niet van mij. Maar het gaat erom dat het probleem extreem complex is. Het idee van die perfecte morele storm is aan een bootongeluk bij de Verenigde Staten ontleend, waar een schip zonk omdat het door 3 stormen tegelijk werd omvergeblazen, als het ware. En dat geldt bij de klimaatproblematiek ook. Het heeft een heleboel verschillende aspecten. En daarom is het extreem moeilijk, punt 1, om de bevolking ervan te overtuigen dat het moet. Ik kan dat uitleggen waarom dat zo moeilijk is. En punt 2, om echt effectief te handelen. Eén aspect hiervan wat nog niet ter tafel is gekomen, is bijvoorbeeld de internationale dimensie van het klimaat. Dus wij kunnen wel in Nederland beslissen dat we niet onder water willen lopen en dus iets aan het klimaat moeten doen. Maar als de landen die leven van fossiele brandstoffen nog in meerdere mate dan Nederland, zoals Rusland, Venezuela enzovoort, als die horen dat wij onze vraag naar fossiele brandstoffen gaan verminderen, dan zullen die waarschijnlijk zo reageren dat ze zeggen, nou, dan gaan we het wat goedkoper weer afleveren en verkopen. En dat betekent dat onze maatregelen eigenlijk helemaal geen effect zullen hebben. En dat is ook precies gebeurd toen het Westen besloot maatregelen tegen Rusland te nemen. Ja. Toen ze de Krim hadden ingenomen, toen kwam Rusland in moeilijkheden. Wat hebben ze gedaan? Een contract met China gesloten om goedkoper hun fossiele brandstoffen aan China te verkopen dan ze eerst hadden gedacht. Dus het effect van verminderde vraag van rijkere landen zoals Nederland. Nou ja, Nederland is een ambigu land natuurlijk wat dit betreft, maar goed.
Dat kan zijn dat landen als Venezuela of Rusland juist hun fossiele brandstoffen sneller gaan verkopen. En dan hebben die maatregelen dus geen zin. Nou, dit is wat een Duitse econoom dat groene paradoxon heeft genoemd. Maar dan is het al de eerder groene op. Paradox. Ja, dan is het al eerder op. Dan zou het eerder op kunnen zijn, maar omdat we nu al op het moment zitten dat de CO2-uitstoot zo hoog is. En dat is natuurlijk nog een ander probleem. Voordat die hogere CO2-gehalte in de lucht, voordat dat echt merkbare klimaateffecten hebben die voor ons catastrofaal zijn, dat duurt een tijdje. Daar gaat een zekere tijd overheen. Dus de bevolking in een democratisch land heeft dat niet op tijd door. En denkt heel dus, lastig, hè, dat we in een democratisch land dat is ongelooflijk ingewikkeld. Maar de niet-democratische landen doen het in dit opzicht niet beter, overigens. Maar dat is een groot probleem, omdat het CO2 hoopt zich op in de atmosfeer. Het grootste deel, een kwart blijft 100.000 jaar in de atmosfeer of zoiets. Ja, dat is ingewikkeld, maar goed, iets minder. Ik zie nee knikken daar. Hoeveel? Gemiddelde verblijftijd 100 jaar. Ja, de gemiddelde. Maar ik zei een kwart blijft veel langer in de atmosfeer. Nou goed, daar gaan we over discussiëren. Dit is onder wetenschappers. Als ik even mag onderbreken. Wat je beschrijft, dat is de perfect storm. Ja. Het komt van alle kanten, we raken ingeklemd. Maar je noemt het een perfecte morele storm. Dus je voegt de moraal eraan toe. Ja, absoluut. Waarom doe je dat? Omdat de beslissing om echt wat te gaan doen, en dat kost wat ons. Dus dat is al eerder naar voren gebracht, dat wij niet dezelfde autorij, vlieg enzovoort passies kunnen houden als we dit probleem echt willen oplossen. Dus het kost wat. En dat betekent dat de kans dat we het op tijd gaan aanpakken, in mijn ogen, nou, ik ben daar minder optimistisch over dan sommige klimaatwetenschappers of, dan onze eerste spreker hier. Die bleek optimistisch te zijn. Althans, hij zei dat hij dat was. Maar alle wetenschappelijke informatie die hij vermeldde leidde eerder tot pessimisme. En ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn en laten zien hoe waanzinnig moeilijk het probleem op te lossen is. Ook omdat het internationaal opgelost moet worden. En als Amerika tegenligt en Rusland doet niks, forget it. Maar wat je net beschreef was een groot probleem van internationale economische competitie en van geopolitiek. Ja. Maar als je zegt het is een morele storm, dan suggereer je daarmee dat op de achtergrond daarvan er een morele verandering moet plaatsvinden. Ja. Die eigenlijk een voorwaarde is om bijvoorbeeld de geopolitieke padstelling of de economische competitie te doorbreken. Absoluut. Dus mensen moeten uiteindelijk morele beslissingen nemen om, kijk, ik ben nu 66. Misschien houdt het mijn leven nog wel vol. Mijn kinderen of kleinkinderen komen in moeilijkheden. Dus er zit een intergenerationeel probleem. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de mensenrechten, die zijn niet intergenerationeel. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden. Dus wij moeten een heleboel morele en juridische beslissingen nemen om te zeggen, wij zijn ook verantwoordelijk voor toekomstige generaties. Daar moeten wij nu al rekening mee houden. En dat heeft een heleboel problematische kanten. Daar kunnen we dieper op ingaan. Maar het is wel degelijk een moreel probleem. En het interessante van heel veel wetenschappers is, en dat hebben we ook net aan tafel gehoord, dat die zo bang zijn dat ze beschuldigd worden van het overschrijden van hun wetenschappelijke expertise, dat ze over die morele vragen geen standpunt willen innemen. Dus ook de politiek. Maar daarvoor hebben we toch de ethici. Dus ook de politiek. De filosofen. De filosofen. Ja, precies. Maar er zijn er maar zo weinig van. Hè? Dat is een heel klein getalletje in Nederland. Dat is een andere discussie die we ook nodig moeten voeren. Onderwijs. Volgende marathon. Ja. Andere marathon. Maar goed, ik denk dus dat dat eigenlijk zou Nederland moeten zeggen, of de Nederlandse universiteiten zouden moeten zeggen, we maken een interdisciplinair team van de allerbeste experts op alle relevante gebieden, dus ook de economie, ook moraal enzovoort. En dat team laten wij elke twee weken aan de regering een rapport uitbrengen wat grote urgentie geeft en laat zien dat Nederland niet alleen maar zelf bij de kabinetsformatie en later dit probleem heel hoog moet zetten in de prioriteitenlijst, maar het ook in het internationale politiek moet gaan uitdragen. Kan bij de IPCC de aangekoppeld een stukje van filosofen en ethici? Die hebben bij het IPCC natuurlijk op het laatste rapport al invloed gehad. Maar ik heb het nu even over Nederland. Ik vind dat Nederland een... Maar ik wil eigenlijk even terug. Ik wil eigenlijk terug naar de moraal. Want voordat we al de stap naar het beleid zetten, is de meest ingewikkelde kwestie in het klimaatprobleem is volgens mij dat wij onze levensstijl zullen moeten aanpassen. Ja. En de vraag is, mogen we daartoe gedwongen worden? Op welke titel? Heeft een overheid daar een rol in? Neem een slokje. Ja, ik geloof dat jullie er meer last van hebben. Dus een van de dingen die moreel natuurlijk interessant zijn. Kijk,
Wereldwijd is dit probleem eigenlijk alleen op te lossen als je een wereldwijde CO2-uitstootbelasting weet in te voeren. Dus ofwel, je moet dat belastingtechnisch per land doen, maar dat is lastig. Of je moet een echt werkbaar internationaal contract sluiten waar alle landen aan meedoen. En dan moet je dus ook strafbepalingen hebben voor die landen als ze de zaak overtreden. Want anders gebeurt er niks. Dus de prijs van de CO2-uitstoot moet wereldwijd veel hoger worden, zodat men economisch gemotiveerd wordt om die uitstoot zo snel mogelijk te verlagen. En dat moet niet alleen maar één landje doen, want dan zeggen de politici, oh, maar dan leiden we economische schade. Nee, dat zou je wereldwijd moeten doen. Dus dat zou door de Verenigde Naties zou dat geïnitieerd moeten worden. En Parijs was wat dat betreft. Als ik het goed begrijp, ja. Wil jij morele verandering, een verandering in levensstijl in onze afdwingen via economische stimuli? Ik denk en dat, En ik heb zo'n vermoeden dat jij dat niet ver genoeg vindt gaan. Nee, dat klopt. Ik denk dat... Ga je gang. Er wordt hier gewoon in de mond gelegd. Ja. Maar goed. Ik denk dat stimuli niet ver genoeg kunnen gaan, inderdaad. Ik denk dat daar... Kijk, het probleem met klimaatverandering en vooral het morele aspect aan klimaatverandering is... Ik hoorde net iemand zeggen, ja, klimaatverandering, dat is iets dat ver weg is. Nee, het probleem van klimaatverandering is niet iets dat ver weg is. Het probleem van klimaatverandering is nu aan de hand. Nu op deze wereld zijn er heel veel mensen, nu al, die in grote problemen aan het komen zijn en al gekomen zijn. En doodgaan. Doodgaan inderdaad, door klimaatverandering. Maar wij hebben het nog niet zo door. Wij hebben het nog niet zo door, omdat het voor ons... Wij kunnen het nog een beetje van ons afhouden. Maar dat wil niet zeggen dat wij daar dat het daadwerkelijk in een moreel opzicht ver van ons afstaat. Is het dus een moreel probleem? Het is een moreel probleem. Het is een urgent moreel probleem. Okay, het is niet iets voor over 100 jaar. Urgent zou kunnen. Hebben we ook de wetenschappelijke uitleg net bijgekregen. Tenminste, fysiek-wetenschappelijke, zeg maar, visies. Maar is het ook een... Wat is dan het morele probleem? Het morele probleem is dat wij met elke biefstuk die we eten, met elke keer dat wij in het vliegtuig gaan stappen, elke keer dat wij de verwarming gaat... Elke keer dat wij dat doen, schaden wij iemand op een andere plek in de wereld, nu al. En iemand in de toekomst, die er nog niet is, maar concrete mensen. Ja. Daarom is het een heel probleem. Je heeft een kwalijk gevoel voor een ander. Precies. En dat is het filosofisch-ethische probleem. En daarom hebben wij verantwoordelijkheid. Kan je dat afmaken als ik biefstuk eet? Wie heeft daar last van? Daar hebben mensen last van, bijvoorbeeld ergens in Afrika, die met grotere droogte te maken hebben, nu op dit moment al. Of iemand in Bangladesh. Als ik biefstuk eet, wordt het in Afrika droger. Nou ja, het probleem is hier natuurlijk... In principe wel, ja. Ik denk dat we het zo moeten zien. Maar dat is heel erg afgeleid. Nee. Er zitten heel veel stappen tussen. Voor Nee. Ja, maar dat maakt de morele dimensie erin niet kleiner. Nee, maar wel, het maakt de causaliteit in wetenschappelijk opzicht kleiner. Het maakt het makkelijker om net te doen alsof die causaliteit er niet is. Maar die is er wel. Als ik een biefstuk neem en mijn buurman die krijgt honger daardoor, dan voelt het veel dichterbij. Ja, helaas wel. Dat is echt een van de problemen van moraal. Het is niet minder erg, maar het voelt dichterbij. Maar wij kunnen niet doen alsof onze eerste verantwoordelijkheid tegenover de mensen is die we in de ogen kunnen aankijken. Want de dingen die wij doen, we kunnen heel goed op afstand schade aanrichten. Mm. En dat zijn we aan het doen. En dat is een van de problemen van klimaatverandering. De Amerikaanse econoom Robert Reich heeft dat, vind ik, heel aardig beschreven. Die zegt, bij klimaatproblemen zijn eigenlijk de twee hersenhelften permanent met elkaar in gevecht. Je hebt je consumentendeel en je hebt je burgerdeel. Je consumentendeel wil de allergoedkoopste vlucht naar, weet ik veel waar, noem eens iets, de Mediterranee. Terwijl je burgerdeel vindt het eigenlijk onverantwoord. Ja. En die vindt eigenlijk dat er nagedacht moet worden over de uitstoot, over, laten we zeggen, de arbeidsvoorwaarden bij vliegmaatschappijen. Sommige burgers dan. Alleen het burgerdeel in je hersenen verliest het altijd. Van het consumentendeel. Want je wil niet de enige gek zijn. Er is nog een andere hersenverklaring. Onze morele vermogens zijn voor een deel aangeboren. En die zijn ontstaan in een tijd dat we in kleine tribale gemeenschappen leefden. En dus alleen te maken hadden met mensen in ons eigen clubje. En de mensen die buiten dat clubje vielen, die mochten we vermoorden in groepscompetitie enzovoort enzovoort. Dus wij zijn genetisch niet heel geschikt om dit soort morele problemen die niet ons direct betreffen, maar die heel gefragmenteerd zijn, hè, dat kleine bleedje vlees wat jij eet, dat heeft maar een heel klein beetje invloed. Werd al gezegd. Ja, dus, en ook niet een ver weg gen dan, kennelijk. Precies, dat werkt allemaal slecht bij ons. Maar het vlees eten, dus als één iemand vlees eet, zou het niet zo'n grote klimaatschade opleveren. Maar omdat zoveel mensen vlees eten, is de vleesproductie verantwoordelijk voor tegen de 20% van de uitstoot. Klopt dat ongeveer? Kijk even naar de experts, schat.
Nou, dat is dus veel. Dus ik heb bijvoorbeeld besloten om geen vlees meer te eten. En het verbaast mij ook erg dat een van onze wetenschappers zei dat dat voor hem irrelevant was. Ik denk dat dat voor een wetenschapper... Hij zei, als ik stop met vlees eten, dan gaat het ten koste van mijn geloofwaardigheid. Dan word ik een actievoerder. Maar dat geloof ik helemaal niet. Ik denk dat dat juist je geloofwaardigheid... Maar hij reed geen auto meer. En volgens mij doen we deze ontzettend leuke paleoclimatoloog toch een tikkie te kort nu. Ik wil toch even aan de wetenschappers hier aan tafel vragen. Want dus is een ethisch dilemma is ver. Daar wordt natuurlijk niet kleiner van. Want het is ook iemand die bestaat op dit moment. Dat begrijp ik. Maar hoe zit het dan met het ethische dilemma voor mensen in de toekomst? Ik bedoel, hoe zien generaties je als vakwetenschappers? Is daar een ethische verplichting? Of hoe zit dat? Ik zie dat wel zo. Ik ben nu ook bezig met een boek waarin wij eigenlijk mensenrechten proberen in het... perspectief te plaatsen waarin je ook toekomstige generaties betrekt. Wat Herman Philipsen net zei, is dat daar nu eigenlijk niet in voorzien is met het, hoe mensenrechten in eerste instantie geconcipeerd zijn. Dit is belangrijk om dat wel te doen. Ik denk zeker dat we dat moeten doen. Daar zijn allerlei abstracte argumenten die zeggen dat het niet hoeft of dat dat ingewikkeld... Nee, dat toekomstige generaties hebben een verantwoordelijkheid. Ik vind dat zelf ook wel uit een heel misschien primitief gevoel of zo, want ik denk dat dat beter is of zo. Maar wat ik nou zo benieuwd naar ben, is wat is daar dan de... zeg maar wetenschappelijk filosofische grondslag van? Nou, ik zou het eerder andersom zien. Ik denk dat er een goed argument moet zijn om te zeggen dat wij geen verantwoordelijkheid hebben tegenover mensen alleen maar omdat ze nu nog niet bestaan. En omdat, kijk, de concrete maar waarom, mensen... Nee, daar gaat de vraag aan vooraf. En dat is waarom hebben we verantwoordelijkheid dan? Ja, dat... Zal ik het proberen? Ja, nee, maar dat is natuurlijk wat veel mensen zeggen. Onze verantwoordelijkheden zijn gebaseerd op het feit dat wij weten dat wij schade kunnen berokkenen. En dus waarom voelen wij ons verantwoordelijk voor mensen in ver afgelegen landen, wat wij vroeger helemaal niet voelden? Dat komt omdat wij nu weten dat wij die mensen schade kunnen berokkenen, ook als ze nu leven door dingen die wij doen. Waarom zou dat niet gelden voor toekomstige generaties? Bijvoorbeeld onze eigen kinderen, onze kleinkinderen. Als wij weten dat wat wij nu doen... door CO2-uitstoot enzovoort, het leven van de toekomstige generaties in Nederland bijvoorbeeld onmogelijk maakt, omdat Nederland rond 2100 grotendeels ondergestroomd zal zijn. Verhuizen. Ja, kun je zeggen verhuizen, maar dat willen dan heel veel mensen. Mensen in Afrika willen ook allemaal verhuizen, dus dan krijg je een enorme bevolkingsproblematiek. Waarom zouden wij, als wij dit nu weten, en wij weten ook dat wij de oorzaak hiervan zijn, waarom zouden wij dan niet verantwoordelijk zijn voor die toekomstige generaties? Daar wil ik het antwoord op horen. Ik denk dat het evident is dat we dat dan wel zijn. Nou, ik zou zeggen dat dat gaat om wederkerigheid. Is als wij onze vrijheid willen genieten en ons beschermd willen weten en ook willen weten dat onze kinderen, dan hebben wij ook te zorgen voor de anderen, want anders kunnen we namelijk niet verwachten. Wat is dan de wederkerigheid van die toekomstige generaties? Wat kunnen die voor mij doen? Nee, dat is precies een van de problemen. Dat is wat nu wordt aangesneden. En de vraag is of wederkerigheid altijd met morele verplichtingen samenhangt. Dus als ik weet bijvoorbeeld dat door mijn gedrag hele grote bevolkingsgroepen in Afrika het te warm krijgen, om het zo te zeggen. Dat doet mij verder niks als ik de zuidgrens van Europa echt goed afsluit. Ja. Betekent dat ik geen verantwoordelijkheid voor ze heb omdat er geen wederkerigheid is? Ik vind dat niet moreel overtuigend. Ik vind dat eigenlijk misdadig. Ja, maar dit is inderdaad wel een manier waarop het... De manier waarop wij traditioneel over bepaalde aspecten van moraliteit hebben nagedacht. Namelijk bijvoorbeeld dat met een recht ook altijd een plicht samenhangt. En dat er dus geen recht is zonder een plicht. Mm-hmm. Dat we die op de schop moeten. En ik ben het er helemaal mee eens. Die moeten op de schop? Die moeten op de schop. Omdat het dus inderdaad, althans ik ben het ermee eens, dat er wel degelijk rechten zijn van mensen in de toekomst. Zonder dat die wederkerig zijn. Zonder dat wij iets van hen kunnen verwachten. Omdat die mensen er helemaal nog niet zijn. Maar het is ontzettend interessant wat je nu zegt. Dus je zegt dus doordat... we met deze klimaatproblematiek geconfronteerd worden, zullen wij eraan moeten dat het systeem van rechten en plichten, hè, dus wat aan elkaar gekoppeld is in veel klassieke filosofische opvattingen, losgelaten moet worden, omdat blijkt dat er dus iets anders kan spelen ethisch. Kijk, er zijn andere dingen die dit op de kaart zetten, bijvoorbeeld dierenrechten. Voor dierenrechten zou je iets dergelijks ook kunnen zeggen, maar in ieder geval geldt dit denk ik als je het gaat hebben over toekomstige generaties. Ja. En in ieder geval is dit geen reden om te zeggen, we hebben altijd over rechten gedacht als iets waar een plicht tegenover staat. De mensen in de toekomst kunnen geen plichten tegenover ons hebben, dus hebben ze ook geen... Nee, Dus je zegt eigenlijk dat het een kans is voor morele groei? Ja, zeker. Ja, absoluut. En voor conceptuele ontwikkeling. Dat is natuurlijk voor filosofen altijd interessant, maar
Ja. Maar mag ik het probleem en iets concretiseren en ook wat ingewikkelder maken? Want eigenlijk zeg je dan, ja, wij hebben er de afgelopen eeuwen met ons toenemend consumentisme en de effecten daarvan best een puinhoop van gemaakt. En als wij willen dat toekomstige generaties een veilig leven kunnen hebben, moeten wij nu de Chinese, opkomende Chinese middenklasse verbieden om onze levensstijl te kopiëren. Die beginnen namelijk net te consumeren. Waarom? Hè, omdat, want dat is eigenlijk wat je zegt. Dat recht bestaat niet dat meer. Maar je verschuift het probleem nu een beetje. Het ging eerst over toekomstige generaties en nu gaat het over arme landen die nu... Ik haal ze even bij elkaar. Naomi, omdat wij ons zorgen maken over de toekomst, zeggen we eigenlijk dat nu levende generaties, die rijker aan het worden zijn, die zich vrij willen voelen, die willen kunnen consumeren, dat die nou maar een stapje terug moeten doen. Dat is een heel ingewikkelde vraag. Ik denk dat het iets is waar je rekening mee moet houden. Ik denk niet dat het betekent dat minder ontwikkelde landen nu ineens niet meer kunnen ontwikkelen. Ik denk dat dit iets is waar je... We hebben natuurlijk niet alleen maar met toekomstige generaties te maken, maar ook met huidige ongelijkheid in de huidige wereld. Wat dus ook betekent dat wij nu verantwoordelijkheid hebben voor de dingen die we nu doen tegenover mensen die nu bestaan. Je kan je wel afvragen of er bijvoorbeeld zoiets is als een recht op ontwikkeling. Dat wordt nog wel eens gezegd. Iedereen heeft een recht op ontwikkeling. Het Rijke Westen heeft zich al ontwikkeld en sommige andere delen van de wereld niet. Ik weet niet zeker of dat zo is. Ik ben er eerlijk... Nou ja, ik denk niet... Maar je baseert je toch juist op het recht op ontwikkeling voor toekomstige generaties? Die twee dingen komen samen. Daarom is het ook ingewikkeld. Je moet rekening houden zowel met toekomstige generaties als met huidige generaties. En natuurlijk zoveel mogelijk zorgen dat die twee dingen elkaar niet in de weg lopen. Ik wilde eigenlijk nog twee stappen zetten. De eerste is, waarom is het belangrijk dat je het ook benoemt als een moreel probleem? En de tweede, maar die straks, is wat voor antwoorden moet je dan? Maar is het van belang om het klimaatprobleem te kunnen aanvatten dat je ook de morele dimensie daarin benoemt en problematiseert? Nou ja, mijn korte antwoord is natuurlijk ja. Kijk, we moeten heel zorgvuldig onderscheid maken tussen de puur wetenschappelijke gegevens die we nodig hebben en resultaten en de morele vragen die door die gegevens worden opgeworpen. Als wij weten dat, pakweg, als wij nog tien jaar doorgaan met de CO2-uitstoot die we nu hebben, dat er dan een warmingprobleem ontstaat wat een hele tijd zal doorgaan en wat grote schade zal berokkenen. Als wij dat allemaal weten, dan moeten wij natuurlijk ook de morele vraag stellen, willen we dat wel? Is dat toegestaan? En moeten we niet, als we dit allemaal weten, die kennis verspreiden in de hele maatschappij, zodat dat democratisch goed wordt opgeslokt door iedereen? En punt twee, dat wij morele maatregelen... Dus met kennis, met toenemende kennis, neemt de morele verantwoordelijkheid de vraag toe? Absoluut. De moraal is voortdurend veranderd in de westerse wereld en wereldwijd door kennis en ervaringen. Kijk naar de mensenrechten. Mm-hmm. En waarom hebben wij die mensenrechten ingevoerd? Omdat wij wisten wat de dramatische effecten waren van allerlei landen die mensenrechten niet respecteerden, die oorlogen veroorzaakten enzovoort enzovoort. Toen hebben wij gedacht, we moeten wereldwijd mensenrechten invoeren. Hier dus elke nieuwe feitelijke ontwikkeling kan ons motiveren om ook nieuwe morele stappen te zetten. En ik denk dat het klimaatprobleem daarom juist ook zo interessant is, omdat dat een wereldwijd probleem is. De meeste grote landen moeten het gaan aanpakken, anders werkt het niet. Maar de volgende stap is nog het engst. Want dan zeggen wij, dit is de moraal, wij zijn volledig de volgende generaties moeten het net zo goed hebben als wij. En dan ga je ook echt afdwingen. Dat kan niet anders dan de volgende vraag. Dat is natuurlijk een interessante vraag. Als je de conclusie trekt dat wij nu harde maatregelen wereldwijd zouden moeten nemen. Ja, en wat jullie eigenlijk wel doen. Ja. Dat is er. Dan is de volgende vraag natuurlijk. Hoe ga je die maatregelen afdwingen? Wie gaat ervoor betalen? Hoe maken wij een zekere mate van gelijkheid tussen meer of minder ontwikkelde landen in de wereld? Wie zorgt dat ik stop het vlees eten? Ja, ik denk dat dat op een goed moment ook best een wet kan zijn. Ik denk dat dus als verbod op vlees eten. Waarom niet? Maar dat is toch, als ik even mag, dat is wel interessant. Ja. Ik volg jouw carrière al best een tijd. Oh ja? Ja, en een fantastisch filosoof, maar ook een echt liberale denker. Ja. Iemand die vindt dat de overheid zo goed mogelijk gecontroleerd moet worden en zo beperkt als mogelijk kan zijn.
Goed, en dan is dus de vraag... Ja, daar wijk je wel even vanaf. Helemaal niet. Ik denk nou, dat... Nou, een vleestaks. Nee. Dan komt er geen taksverbod. Oh, een vleestaks. Ja, een taks. Ja, wauw. Dus het is zo. Je moet zo praten over hoe je het afdringt. Gegeven de feitelijke situatie in de wereld waarin je zit... kan het zijn dat je nieuwe normen moet afdwingen aan je bevolking. En dat doen wij ook voortdurend. Dus wij hebben allerlei normen. Bijvoorbeeld, we mogen niet meer zo vervuilen als vroeger. We moeten auto's enzovoort niet te hard rijden. Dus wij nemen voortdurend dit soort maatregelen. Als nou blijkt dat de vleesproductie voor 20% verantwoordelijk is voor de global warming, en dat is ongeveer het geval, zijn wij het over eens, geloof ik, dan is het een hele interessante vraag of dat niet een van de maatregelen is die de gezondheid van de wereldbevolking niet zal schaden, die een groot probleem makkelijker oplost. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat de bevoegdheden van de staat om in te grijpen in het privéleven van burgers proportioneel is. Die zijn proportioneel dus ten opzichte van de problemen. Omdat de dreiging zo groot is, mag de overheid... Ja. Als er een oorlog uitbreekt, dan mag de overheid ook zeggen... wij willen meer soldaten. Mag de overheid ook de democratie opzij zetten? Dat is een interessante vraag. Volgende tafel. Ik zou zeggen, zeggen dat de risico's daarvan veel groter zijn dan de De oplossing. Naomi, ben jij voor een vleesverbod? Ja. Vlees-eetverbod? Nou, vleesverbod. Ja, misschien of, wel. Of duurder maken. Hè? Dus je kan ook zeggen, daar kunnen we mee beginnen. Maar als niet stop er een flinke belasting. Ja, maar even filosofisch gesteld, zeg maar. Mag dat? Mag je mensen zo erg in hun privé... Weet je wat het is? Mensen vergeten dat wij, wat ik net zei, met de dingen die wij doen, met het vlees dat wij eten, doen wij heel veel schade. Mm-hmm. Dus dat, ik denk dat dat rechtvaardigt, dat wij daarin tegen worden gehouden. Als wij zouden dat eigenlijk zelf niet moeten doen, maar als we dat toch doen, als wij indirect of direct mensen heel veel schade berokkenen, dan vind ik dat absoluut rechtvaardig. En een verbod is misschien wel eerlijker, want een tax, dan kunnen wij misschien nog wel eten, maar onze buurman dan niet meer. Nee, maar het grote probleem, kijk, bij een tax blijf je namelijk binnen de kaders van gemaatigd overheidsoptreden. Ja, maar ja, het is wel oneerlijk. Nee, maar een verbod, mensen kunnen de vraag is, hoe gaat de overheid het afdwingen? De overheid verbiedt van alles. Via een drooglegging? Of... De overheid kan allerlei verboden... Dat we naar de illegale slager gaan. Ik zie het al helemaal voor. Wow, de speakeasy, waar je dan zo'n varkenslapje... De overheid heeft wel meer consumptiemiddelen verboden. Ja. De sterke drugs zijn verboden door de overheid. Ja, dus ook, daar heeft de Amerikaanse overheid een vrij slechte ervaring. Ik weet het. Het drankverbruik is nooit zo groot geweest als tijdens de drooglegging. Ja, je hebt nu al zo'n vleesmaffia met zijn hormonen en zo. Dan echt vet wordt dat. Nee, maar dat is natuurlijk het ingewikkelde. Eén kind politiek. Ja. Ik bedoel, doe eens gewoon een klein onderwerp. Oh ja, kinderen is slecht voor het klimaat, toch? Ja. Maar ik noem het niet helemaal toevallig, omdat ik het tegenkwam in, als discussiepunt in stukken die jij hebt geschreven. Dat lijkt me buitengewoon ingewikkeld. Maar is dat een stap die je mag zetten? Dat vind ik ook heel ingewikkeld. Ik denk dat het iets is waar we... Kijk, het feit is dat minder kinderen hebben helpt het klimaat heel erg. Minder vlees eten helpt het klimaat heel erg. Hoeveel mag je van mensen vragen? Of hoeveel mag je afdwingen inderdaad? Doodgaan helpt ook, inderdaad. Geef eens antwoord. Hoeveel mag je van mensen vragen? Ik weet het niet. Het hangt van de situatie af. Maar gegeven het feit dat wij heel veel schade berokkenen met de manier waarop wij nu leven, ik denk veel meer dan wij gevoelsmatig, intuïtief maar als het gevoel hebben als we deze lijn van gedachten even worden. Voortzetten. Hè? Dus kinderen krijgen slecht voor het klimaat. Geboren worden is dus slecht voor het klimaat. Doodgaan helpt ook. Dan kunnen we ook gewoon lekker de helft van de bevolking af. Eraf gooien van de planeet. Zou dat niet direct... Als we even deze lijn van gedachten doorvoeren... Dan weet ik nogal wat ethische dilemma's. En dan kom je dus echt in een totalitair systeem terecht. Ik vind dat je nu wel te ver gaat. Ja, dat vind ik ook. En bovendien is er, wat kinderen kregen betreft... heb ik een iets andere houding. Ik denk dat wij de vrouwenemancipatie heel sterk moeten bevorderen. Ook in de Afrikaanse landen. Dat heeft een vorige Amerikaanse regering geblokkeerd. Alle hulp die daarvoor was. En dat helpt dus... Meer geëmancipeerde dames hebben vaak minder zin in kinderen. Mm-hmm. Die willen werken, interessante dingen doen. Overigens dus het meest cynische argument dat ik ooit heb gehoord van vrouwenemancipatie. Ik breng het speciaal naar voren om jou een beetje te plagen. Goede doel. Maar de vraag is, wat doe je als dat niet genoeg is? Dat is zeker niet genoeg. Dus, dat is niet genoeg. Ja, maar ik heb een ander ethisch dilemma. Kijk, ik begrijp wel dat ingrijpen hè, ten gunste van toekomstige generaties, de ontwikkeling van Chinezen en het recht op levensstandaard voor anderen. Maar ja,
En dan komen we, als we die kant uitredeneren, en dat zijn we nu met wetenschappers aan het doen, dan komen we natuurlijk op een andere ethische grens. Inderdaad, ja, doodgaan helpt dan ook. Dus hoe ver mag je daar dan gaan? Dus niet geboren worden, één kind. Oké, okay, maar waar zit daar de... Ik bedoel, daar kom je toch ook op een grens die toch wel heel zacht gezegd akelig wordt. Ja, zeker weten. Nee, ik zit hier ook niet te verdedigen dat... Nee, dat zit je ook niet, maar ik probeer de grenzen van het dilemma te... Ik denk wel dat het goed is om je te realiseren dat dit dus echt een moeilijke vraag is. En dat het evenredig moet zijn met hoeveel schade je... toebrengt aan andere mensen. Mm-hmm. Aan concrete andere mensen, door de manier waarop je leeft. Ja. En natuurlijk is daar een grens. En natuurlijk gaan we geen mensen ombrengen omdat ze... Weet je, natuurlijk niet. Nee, dat suggereer ik niet. Alleen maar, ik vraag me af waar... Het is wel heel makkelijk om te denken van... Ja, we zijn ongeveer aan dit gewend. Nou, misschien kan ik dan één keer per week mijn biefstuk laten staan. En dan heb ik wel weer best wel veel gedaan. Ja. Ik denk dat dat redelijk radicaal anders moet. Mm-hmm. Okay. Dat te weinig. Mm-hmm. Ik vind het ontzettend vervelend om in te moeten grijpen. Maar we zijn echt verder onze tijd heen. Misschien kan ik één conclusie op basis hiervan trekken. Is dat we, wat ook de uitkomst ervan is, dit soort exercities veel vaker met elkaar door zouden moeten maken. Is, wat is de prijs van onze levensstijl? Zijn wij bereid die prijs te betalen? Ook als die bijvoorbeeld gevolgen heeft voor toekomstige generaties of voor mensen ver weg. Dank jullie wel. Ja, steeds moeilijker om je kop in het zand te steken. Dat is belangrijk. Voilà. Ja. Dankjewel. We gaan gauw verder. We gaan het komende half uur helemaal terug van onze alle ethische zweverijen terug naar de grond. En dan ook letterlijk naar de grond. Zweverijen. Ja. Wow. Het landschap, onze ecosystemen. Ik wil naar voren vragen Willem Verwerda, Piet van IJzendoorn en Wouter Helmer. Dag, Thijs van der Brink. Ah, hi. Femke. Nee. Goedendag. Hoi. Hoi. Dag, Wouter. Hoi. Dag, welkom. Dag, Thijs van der Brink. Hoi. Nee, Willem. Hallo. Hartelijk welkom. Ja, hallo. Thijs van der Brink. Willem Verwerda is directeur van Common Land en we horen zo wel wat dat precies is. Piet van IJzendoorn is biologisch dynamisch boer, ja. Zeg ik goed. En Wouter Helmer is van Rewilding Europe. Ook daar komen we al over te spreken. Willem, we hebben het tot nu toe over klimaatverandering gehad. En als ik goed voorbereid ben, dan heb ik begrepen dat jij dat eigenlijk maar een afgeleid probleem vindt. Ja, klopt. Ja, dat zijn we tot nu toe vier uur mee. Ik vind het niet een afgeleid probleem. Ik vind het wel een probleem dat te veel aandacht krijgt bij het werkelijke probleem. En dat is de degradatie van onze ecologische systemen. En dat heb ik. Dat is niet nieuw, dat zeg ik al jaren. En wat is dat, degradatie van onze ecologische systemen? Nou, onze natuurlijke systemen worden al eeuwenlang door de mens aangetast. En dat is ook niet nieuw. Maar wat je wel ziet, is dat we nu met heel veel mensen zijn. Dat het heel snel gaat. Dat er ongelooflijk veel productie, landbouwproductie wordt gedraaid, monocultures. En dat daardoor de veerkracht van die systemen kapot wordt gemaakt. En dat vind ik een minstens en nog wel groter probleem dan alleen het klimaatprobleem. Want het klimaatprobleem is een afgeleide daarvan. Ja, dat is een gevolg daarvan. Dat is een van de gevolgen daarvan. Okay. En de enorme aandacht op het klimaatprobleem en de versimpeling die ik ook nu net weer aan de tafel hoor van het klimaatprobleem. Dat versimpeling? Ook, ja, mooi. Versimpeling. Dus wat is de versimpeling? Ik heb alleen de laatste discussie gehoord, er niet meer voor. Ja? Dat bijvoorbeeld, wij weten bijvoorbeeld heel veel niet. Wij weten, als je weet hoe het de afgelopen geologische periodes is gegaan, nog maar 8000 jaar geleden konden we lopen naar Engeland. Dus al die zaken, die hebben er ook mee te maken. Dus er zijn veel meer dingen dan alleen de emissies. En dat komt natuurlijk helemaal niet in uiting in de media. In de media is het heel plat. Dit is een biologische boer uit het hart gegrepen, neem ik aan. Want dat is bij die landbouwmethode overgaan. De landbouw is de veroorzaker, maar ook de oplossing volgens mij van Precies. het probleem. Eén van de Want, grote wat is ons bedrijf heet Zonhoeven. Ja, de zon die... Zonhoeven. En de zon die geeft rijkdom. Het is eigenlijk van de zotte dat wij hier in de shit zitten. Als wij als mens, zeg maar, die combinatie tussen de bodem, de aarde die vruchtbaar moet zijn, en de plant die met die zon heel veel kan, dan zouden we hier in een paradijs leven. Alleen wij zijn eigenlijk door
100 jaar of misschien nog wel langer, heel korte termijn financiële krachten, is die landbouw zo'n richting opgeduwd dat er heel veel geld verdiend moet worden aan de landbouw. En dat het geven in die landbouw, aan die bodem, helemaal vergeten is. Geven aan de bodem. Ja, dat is het uitgangspunt van landbouw. Hoe geef je iets aan de bodem? Nou, die zon die schijnt en die planten kunnen groeien. En die hebben een goede bodem nodig. Die planten die genereren dus organisch materiaal. Die leggen heel veel stikstof vast. En dat moet je eigenlijk aan de bodem teruggeven. Dan krijg je daar heel ingenieus, biologisch systeem wat zichzelf eigenlijk verrijkt. Ik praat ook liever niet in kringlopen, maar in eigenlijk positieve spiralen die wij moeten ontwikkelen. Dus daar ben ik helemaal met Willem eens. Wij zijn dus, de afgelopen honderden jaren zijn we de wereld aan het leger over. Eigenlijk heel dom. Voor mensen, voor een klein groepje mensen die er wel bij varen. Wij zijn er in Nederland nog steeds trots dat we 80 miljoen exporteren aan landbouw. Ja, daar moeten we ons voor schamen. Het is neocolonialisme bij de vlees. Want we putten de grond zodanig uit dat we kapot maken. Ja, niet alleen hier. Wereldwijd. Hier wordt het ook slecht. Ja. Maar wereldwijd is een heel groot erosieprobleem. Wat eigenlijk wij als rijke landen voorstellen. Wacht even. Dus wij trekken de grond leeg in Zuid-Amerika. Maar ook hier, ook in Nederland. Ja, ook hier, om die landbouwexport. En dat bedoel je, dat gaat achterliggende. Het gaat veel verder. Overal ter wereld. Ik heb boeren geïnterviewd in alle delen van de wereld. Elke boer heeft hetzelfde frustratie. En dat is dat hij de grond niet in een betere conditie kan geven aan zijn opvolging. Ja. Maar in een slechtere. Dat is overal ter wereld zo. Of het nou een Nederlandse boer is, of een Indiaanse boer, of een Turkse boer, maakt niet uit. De kwaliteit van de grond is slechter. Ja, de kwaliteit. En hoe komt dat? Dat komt omdat er niet meer in systemen wordt gedacht, maar er wordt gedacht in maximalisatie van, dus efficiëntie en maximalisatie van productie. Dan trek je die grond leeg. Ik weet dat zo is. Ik begrijp dat, en Gandhi heeft ook heel mooi gezegd, hè, de planeet kan... Heeft genoeg ruimte voor iedereen's voedsel, maar niet voor iedereen's greed. Hè, voor iedereen's, maar wat heeft dat dan weer met dat die grond afzwakt in kwaliteit? Wat heeft dat met het klimaat te maken? Nou, de CO2 is... Nederland wordt dan high-tech, wordt kunstmest gebruikt, stikstof. Mm-hmm. Terwijl de lucht is 80% stikstof. Een derde van de grond is eigenlijk lucht. Dat hele microsysteem kan die lucht gewoon binden. Maar wij zijn zo dom of zo slim, zogenaamd, om daar fabrieken voor te bouwen. En dan gaat er net zoveel energie, fossiele energie in die stikstof, zeg maar, om die planten te voeden. Nou, dan schiet je daarmee op. Het is echt heel erg dom. Maar het is gewoon... Jij bent directeur van Commonland. Rewilding Europe. Yeah. Maar we kennen elkaar heel goed door Commonland. Maar wel deel... Wij laten de grond beter achter dan we hem krijgen. Ja, precies. Jullie doen het. Dan komen we zo nog even. Welk deel van onze grond is gedegradeerd? In Nederland is het grootste deel gedegradeerd. Maar het hangt er vanaf hoe je naar kijkt. Maar je kan in ieder geval zeggen dat de functies van de bodem in Nederland voor het grootste deel niet optimaal zijn. En daarmee dus gedegradeerd zijn. En die zijn naarmate die grond heel efficiënt wordt benut. En er heel veel, je zou kunnen zeggen, chemicaliën, dus of dan kunstmest of wat voor zaken erin wordt gestopt, dan is de periode van herstel veel lastiger. En wat is nou herstel? Herstel is een grond waarbij de ecologische, dus de functies van de bio-organismen in die grond geoptimaliseerd zijn. En waardoor de productie daardoor zodanig kan toenemen dat je veel minder chemische stoffen hoeft toe te voegen. Ja, dat is in principe wat overal ter wereld hetzelfde is. Piet van IJsseldoorn, wat die chemie betreft, dat is eigenlijk ontzettend groot probleem wat niet onderkend wordt. Want er is ook onderzoek gedaan waar ik ook bij betrokken ben. Die chemie in die grond die verstoort het hele bodemleven. Daarmee de basis van onze biodiversiteit, van de voedselkolom. En er is nu al zelfs duidelijk dat de weidevogelproblematiek waarschijnlijk van heel groot een probleem is van chemische bodemvervuiling door, wij spreken, gifstoffen die uit in veevoer in Nederland binnenkomen, uit Zuid-Amerika, ook in Nederland gebruikt worden. En dat is, die chemie in die landbouw is, als je dan over de overheid had, hadden we het net ook over. Ik vind eigenlijk van, wie heeft het recht om die aarde op zo'n manier te mishandelen? Mm. Dat moet je gewoon zeggen van, dat is een overheidsmaatregel, dat mag gewoon niet, klaar. En dan worden de andere, meer natuurlijke systemen... Volgens mij zeg je dan eigenlijk dat het grote probleem op de achtergrond is dat onze grond een economisch goed is geworden. Ja. Alleen, ik heb altijd geleerd dat je niet moet vechten tegen de stoomtrein. De geleidelijke privatisering van alle grond, het verdwijnen van gemeenschappelijke grond, dat maak je niet ongedaan. Hoe haal je de economische competitie uit de grond? Misschien moet je het. Ik zou het toch anders willen zien. En dat is hoe ik er naar kijk. Ik zie nu een beweging op gang aan het komen.
die ik nu heb dat genoemd restauratie-economie. En daar bedoel ik mee de ecosysteem-restauratie-economie. Dat is de enige toekomst die wij kunnen hebben. Dan gaat ook het klimaat weer meewerken. Hè, want dan ga je dus die CO2 ga je terugbrengen naar waar die hoort, namelijk in de bodem. Maar wil je meteen vertellen hoe je dat doet? Want dat doe je met je bedrijf. Ja, wat doe je? Ja, ik heb een stichting en bedrijf. Dat zit, er zijn heel veel partijen die dat doen. Hoor. Dus het is wat dat betreft niets nieuws. Het gaat alleen om de opschaling. Daar zitten we nu. Alle kennis is er. Er is ook heel veel geld aanwezig. Om maar dat even te gaan concreet, doen. Jij hebt een stuk grond en jij gaat die weer promoveren. Dat is ook wat jij doet. Er zitten verschillen tussen, maar ook heel veel overeenkomsten, denk ik. Maar je moet hem zo wel aan het woord leggen. Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Ja, nee, daar een beetje die maar kant wat op waar het om gaat is we dat je eerst... al jaren eerst... Rewilding Europe naar de baan gaan. Als hij zit, dan komt hij zeker aan het woord. Heel goed. Heel goed. En waar het om gaat is dat je eerst op een systeem, op een overzichtelijke manier moet kijken naar een heel landschap. Dus echt... Nou, wij kijken meteen naar 500.000 hectare of groter. Dus naar de provincie van Noord-Brabant of groter. En waar ligt die provincie? We hebben projecten in Zuid-Afrika, in Spanje, Oostenrijk. Maar Zuid-Afrika neemt maar een groot stuk grond. Wat ga je daarmee doen? Ja, dat is niet van ons. Daar lopen heel veel boeren rond. Dan gaan we die boeren bij elkaar brengen met lokale partijen. En dan zeggen we, oké, wat is jullie droom voor dit gebied voor de komende 20 jaar? Meteen leggen we dus 20 jaar en niet 5 jaar. Geen projectjes, 20 jaar. Minimaal. Die boeren zeggen dan, luister, het groot probleem is... Overbegazing doen ze zelf, soms drie, vier, vijf generaties. Dat is een van de grootste problemen van de hele planeet. Daarom moeten we heel veel vlees eten, dat is nog iets anders. En vooral wildvlees. Ten tweede, natuurlijk klimaatverandering, water, al die zaken komen bij elkaar. En als je dan kijkt, wat is hun droom, dan is het eigenlijk weer het natuurlijk systeem zodanig terugbrengen dat de productiviteit van het gebied wordt verhoogd. En dat kan. Maar dan moet je dus gaan denken in natuurlijke systemen en niet in maximalisatie van efficiëntie per hectare. En dan is vlees eten, dat is ook weer geen probleem, misschien wat minder. Nee, vlees kan je gewoon eten, heb je soms nodig. En nu even naar Wouter Helmer, want we hebben het over gebruik van grond. Hè, het gebruik van de grond en de manier waarop je de grond gebruikt als een van de grote bijdragen en drivers achter die klimaatproblematiek. Maar dit is landbouw. Hè? En Rewilding Europe wordt trouwens van alle drie jullie initiatieven altijd ongelooflijk enthousiast. Dat mag ik echt wel even bij zeggen. Het is echt, echt heel bijzonder als je er naar kijkt, vind ik. En, maar jullie willen die grote stukken grond die braak komen te liggen in Europa, doordat er ontvolking is in de bergen en de bergboeren niet meer kunnen bestaan door de efficiëntieslag. Die gebieden die weer terugbrengen in natuurlijke staat. Maar waarom is dat dan goed? Maar dat is een uitwerking. Maar ons basisprincipe is dat wij laten zien dat natuur een bondgenoot kan zijn in het oplossen van moderne maatschappelijke vraagstukken. En dat kan het brengen van drinkwater zijn, dat kan het oplossen van hoogwaterproblemen zijn. In natuurgebieden kun je zaken oplossen die ons allemaal aangaan. Mm-hmm. En dat is, daarom heb ik deze plaat ook laten zien. Hier is het voor mij al begonnen. Het is mijn geboortestad, Nijmegen. En dit is een perfect voorbeeld van hoe je een groot probleem, een overstromingsrisico wat toeneemt, oplost niet door de rivier verder te kanaliseren of dammen te verhogen, maar door de rivier meer ruimte te geven. Mm. Dus we hebben nu van de Gelderse Poort, die we ontwikkeld hebben, als een voorbeeldgebied voor natuur, als bondgenoot, door die stad heen een corridor gemaakt. Gelderse Poort is dat stroomgebied van de rivier, hè, waar natuur geschapen wordt. Tof van onze delta, daar laten we zien hoe je door met natuurontwikkeling een aantal grote maatschappelijke vraagstukken kunt oplossen. En natuur en als bond. Met het verhogen van de kwaliteit van een stad aan die rivier. Nou, dit principe is in Nederland ver ontwikkeld. En dat zijn we nu in Europa aan het Kun je nog een paar voorbeelden geven? Want ik ken het voorbeeld van het water als bondgenoot. Nou, en de klei, dus de kleiwinning. Er wordt in Nederland geen baksteen meer gebakt die ook bijdraagt aan natuur. Er wordt in Nederland 1,5 keer meer klei afgezet door de rivieren dan dat wij nodig hebben überhaupt aan baksteen. Dus er zijn een aantal bronnen die de natuur levert waar wij gebruik van maken. Piet zit te popelen. Ja, ik heb altijd een beetje een probleem als landbouw en natuur gescheiden worden. Want wat jij zegt, dat doet in principe onze biologische naam als landbouw ook. Wij werken samen met de natuur. Ja, en wat wij dus aan natuurontwikkeling doen in die bodem, wat vaak een heleboel natuurmensen niet zo erg zien. En dat is trouwens ook een black box waar ook wetenschappelijk gezien nog heel weinig van bekend is. Wij zijn daar paradigma's aan het verleggen, zeg maar, waar je u tegen zegt. Maar dat stuk van dat geeft namelijk de conventionele landbouw het recht om te doen wat ze nu doen,
de bodem verzieken. Want dan zeggen ja, de natuur zit daar, dat is hun verantwoordelijkheid. En die landbouw die gaat zijn eigen gang. Dat is wat LTO, zeg maar. Een oplossing is nooit een legitimatie voor andere mensen om nee, maar dat te doen. Wordt, zo wordt het gebruikt. In, ja, in de politiek, bij, ja. bij de CDA, weet ik wat. Die maar LTO moet je ook niet die doen, zegt van, dat, ja. daar natuur, gaan lekker en wij gaan lekker onze eigen gang. Nou, wouten we even. Nee, dus andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld het Grensmaasproject in Limburg. Ik pak even wel eerst wat projecten dichter ja. bij huis. Waar grindwinning en hoogwaterveiligheid en ontwikkeling van een streek samengaan. De zandmotor voor de kust, waar we dus met de natuur eigenlijk de kustverdediging laten verzorgen. Het camping. Ja, de zandmotor, dat is dus dat er zand neergelegd wordt voor de kust. En dat en waarbij, waarbij de zee zelf het zand verdeelt ja. over de kust. En dan hoef je niet met schepen heen en weer te varen. Er zijn steeds meer voorbeelden waarin je laat zien van de natuur levert eigenlijk de oplossing voor een aantal grote problemen. Veel goedkoper, veel duurzamer. Ja. En er is ook een aantal zaken die klimaatgerelateerd zijn. Dus, en nou zijn we in Europa, want ik krijg langzaam steeds meer zelfvertrouwen als dit soort projecten lukken. We zijn aan het kijken van hoe kunnen we nu ook in gebieden in Europa waar echt een economisch probleem is, waar mensen massaal wegtrekken. We praten over 1 miljoen hectare per jaar die verlaat worden in die Europa. Die uit productie gaat. Die, ja. Wat normaal gesproken als een sociaal-economisch drama wordt gezien, maar wat ook een kans is om dit soort gebieden weer zeg maar een nieuwe economie te geven die juist gebaseerd is op die natuurlijke oplossing. Zullen we eentje uitwerken? Frankrijk, denk ik aan. Heb je in Frankrijk? Nee, we hebben in Frankrijk. Kun je helaas, want Frankrijk wordt dat volledig in de greep gehouden van Europese subsidies, landbouwsubsidies. Oh. Maar bijvoorbeeld in Lapland zijn we bezig met rivierherstel. Herstel van. Want daar valt dan een stuk grond vrij, waar de mensen wegtrekken. Jullie kopen dat op? Nee, wij kopen van land. Levert, doe je niks doet aan? Niks op wereldschaal. Dus maar je biedt aan om daar. We zijn met rechten vol. Gebruiksrechten, jachtrechten, graasrechten. En wie pacht lokale, het eigenlijk? Of, en zodat je de, zeg maar, het gebruik van het land verduurzaamt. En dat doen we in Lapland bijvoorbeeld met 270 landeigenaren die zeg maar, de visrechten langs de rivier gekocht hebben. En overgeschakeld zijn van zeg maar, extractieve visserij op een soort ja, catch and release. Nou, het heet het dan anders. Maar daar, dat levert een veel grotere economie op dan het, zeg maar, het uitroeien van vis door de visserij die er in het verleden was. In andere gebieden, de Karpaten, proberen we bossen, zeg maar. Te beschermen, te ontwikkelen. Dus veenherstel, bosherstel, maar ook natuurlijke begrazing levert veel, zeg maar, houdt CO2 vast op grote schaal in het landschap. Het zijn enorme mensen. Gebieden. We praten over gebieden van tussen zeg maar, de 100.000 hectare, grote Veluwe. Ja. En nou ja, Lapland is bijna de grootte van België waar je over praat, waar dit gedachtegoed nu. En nou even terug naar Piet van IJsseldoorn. Die zegt van ja, wat het probleem ook wel is, hè, dat zie je natuurlijk wel veel terug, is dat er zo'n keiharde lijn getrokken wordt tussen natuur. Hè, en dan daarachter heb je dan de landbouw. En dan heb je zo'n Engels raaigrasvlakte. Dat lijkt net zo'n biljart ding. En dat ziet er soms nog, als je niet goed kijkt, ook nog wel aardig uit. Maar dit is eigenlijk verschrikkelijk. Het is gewoon een ecologische woestijn. Ja. En groene woestijn. Groene woestijn. Het is dus een landschap. Ja. Waar één soort geproduceerd wordt voor één andere soort, dat zijn wij. Terwijl wij werken aan landschappen waar tienduizenden soorten leven. En ook nog eens functies leveren voor drinkwater, voedsel. Dus je bent helemaal niet met elkaar oneens. Nee, dat is totaal niet. Maar ik wil er toch wat over zeggen, want hier, wat hier aan ten grondslag ligt, is wij zijn allemaal opgegroeid in een eigen silo. Hè? En dat is of finance, of ingenieur, of een ander vak, wat dan ook. Nou, hier geloof ik zitten allemaal mensen met een soort biologische achtergrond aan tafel, dus ecologie. Landbouw, en wat ik sterker steeds observeer, is dat de oplossingsgerichte studies, bouwkunde, dat soort trajecten, dat die eigenlijk meteen bij de beleidsmakers heel snel aanstaan, want je kan heel snel resultaat bereiken. Maar de studie van de ecologie is natuurlijk een studie die verbindingen zoekt en die kijkt naar de organismen, het oplossen van natuurlijke oplossingen zoeken. Dat vergt veel langer termijn denken. Go with the flow. En dat vergt ook, uiteindelijk is het een hele aanpak die uiteindelijk veel meer gaat opleveren, hè, omdat je de basis van die natuur gaat benutten voor productiviteit of voor andere oplossing, veiligheid. Nou, die kennis van die ecologie, ik zie dat echt constant in de gesprekken die ik heb, die is eigenlijk helemaal verdwenen. En die is er heel weinig. Ook wij kunnen als ecologen, blijkbaar dat of biologen, toch steeds nogal moeilijk over tafel brengen. En als je dat werkelijk goed gaat benutten, hè, kijk naar die grote rampen nu weer in de Verenigde Staten of met die orkanen, hè, de Harveys en zo. Als daar de infrastructuur was gemaakt met de oplossingen waar jij het over hebt, dan was die schade veel minder groot geweest. Ja. Ja. Wat je nu krijgt is dat je achteraf, omdat die infrastructuur hard is gemaakt, dat allemaal weer moet gaan oplossen. Terwijl als je dat op een andere manier was gaan neerzetten, dus met gebruik van die ecosystemen, dan was er gewoon veel meer schade gepost. En de biodiversiteit was toegenomen en het CO2 was opgevangen. En als je het landbouwgebied nou inricht op die
die zeg maar ecologische... Nou ja, het probleem is dan ook minder. Want wij hebben het over regeneratieve landbouw. Dat is en ecologisch of natuurinclusieve landbouw. Dat zijn allemaal termen. Dat is een vorm van landbouw waarbij de lijn tussen natuur en landbouw al minder groot is. Want de biodiversiteit, de rijkdom van soorten... Dat is de buffer, de veerkracht voor ons natuurlijke systeem. En natuurlijk heb je natuurgebieden nodig met corridors die daartussen doorlopen. Ik wil even proberen of ik een rode lijn kan ontdekken. Jullie zeggen alle drie, we putten de grond uit. En als ik goed naar jullie luister, zeggen jullie alle drie, geef ons een stuk grond en wij maken het weer oké. Okay. Nou, dat is wel een groot verschil. Ja, toch? Ik denk dat wij een oplossing bieden voor klimaatverandering en voor het herstel van echt rijke ecosystemen. En dat, met alle respect, want ik vind jullie werk geweldig. Ik neem ook mezelf, zeg maar, mijn eigen voedsel af van een biologische boer. Maar het is naïef om te denken dat dat onze voedsel... Ja, precies. De vraag is... Maar dat is juist dat zijn de paradigma's die er gewoon leven. Die waarop de agro-industrie, zeg maar, zich zijn bestaansrecht bouwt. Want Piet, als het op jouw manier doen, heeft dan de hele wereld te eten? Ja. Ik zeg altijd, als je biologisch, regionaal voedsel produceert, passend in de cultuur waar mensen leven, dus ook helemaal in het hele systeem integreren, en je gaat dat, heeft iedereen meer dan genoeg te eten. En dan is nog een uitgangspunt van dat dieren, zeg maar, als het krap komt, dieren zijn dienstbaar aan de bodem. Ja. En geen eerste plaats consumerend... Dan mogen we wel vlees blijven eten. Tuurlijk, want die bodem, die hebben die dieren ook, die heeft dieren nodig. Want daar komt een positieve biologische spiraal in. Jij hebt een boerenbedrijf, hè? Ja. Hoe groot is dat? Dus 50 hectare. We gebruiken dan ongeveer nog 200 hectare natuurgebieden. Waar we dus begrazing en nou, dus een combinatie eigenlijk. Ja. En we zitten midden in Flevoland, waarbij we zien dat onze collega-buren behoorlijk... bodemproblemen krijgen met hun bloembollen, aardappelsbieten, et cetera. Waar dus niks gedaan wordt om dat in stand te houden. En dat kan ook bijna niet, want de financiële druk is ontzettend groot. Het financiële elastiek is bijna kapot. Mm-hmm. En dan krijg je nog de Rijksoverheid die dan zegt van ja, bodem of grond is verhandelbaar. Terwijl ik denk, ja, wie kan de grond? En hoe doe jij dat als boer? Ben je ook bijna aan het elastiek? Bij ons zijn de niet de economische financiële, korte termijn financiële krachten leidend, maar de ecologische. Maar kan je maken dus een gezond bedrijf? Wij maken dus een heel divers, multifunctioneel bedrijf die een verbinding heeft met de rest van de samenleving. En daar redden we het mee. Oké, Femke? Nou, ik wil eigenlijk even naar de comments. Want ik vind dat namelijk heel intrigerend. Volgens mij gaat dit namelijk ook over het bezit van de grond. Hè, ja, wie bezit... Ik bedoel, jij kan wel je eigen bedrijfje... Nee, maar de grond is een collectief... Ik vind het wordt. Wacht even. We leven natuurlijk in een wereld waarin eigenlijk er geen collectieve grond meer is. Ik bedoel, de grond is van staten of van bedrijven of privaat. Ik bedoel, zelfs de zeeën zijn... Het gaat de andere kant op. Nee, maar daar ben ik dus benieuwd naar. Kijk, jij bent niet voor niks, ben jij directeur van Commonland. Zo heb je dat genoemd. Ja. Dat verwijst naar de 15e eeuw in Engeland. Om het maar even een beetje... De gemeente. Waar een deel van de grond was niet van de staat, niet van burgers, niet van bedrijven, maar was gemeenschappelijk beheer. Ja. Jullie denken dus dat je een deel van de grond volgens mij weer moet onttrekken uit private handen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar hoe wil je anders komen? Volgens mij wil je grondpolitiek bedrijven. Nee, het gaat... Ik wel. Voor dit gebeurt vanzelf. Want Piet is een van de laatste der Mohikanen. Ja, met alle respect. Er zijn gewoon niet zoveel jongeren die boer willen worden in heel Europa. Nou, zo jong ben ik niet meer. Daar zie ik toevallig een andere trend in optreden. Van jongeren die niet weer wel willen worden. Zeg maar, die organische landbouw, wij werken er ook mee. Streekproducten in ons gebied zijn belangrijk. Maar het is, nogmaals, niet de landbouw die de wereldmarkt gaat voeren. Daar gaan we het niet meer redden. Landbouw die de wereldmarkt gaat voeren gaat om twee dingen. Meer techniek, minder vlees. Nou, daar ben ik totaal mee oneens. Gaat er dan gewoon grond vrijvallen voor gedeeld bezit? En betekent dat ook dat die grond zorgvuldiger, ecologisch verantwoorden gebruikt? Ik zie andere ontwikkelingen. Ik zie ontwikkelingen waarbij de landbouw... steeds meer regeneratief en diverser gaat worden, waarbij er minder kunstmest gebruikt gaat worden en waarbij dus de biodiversiteit in die landbouwgebieden, wij noemen dat de mixed zones of de agroforest systemen, gaan toenemen. Ik zie ook dat wij weten al dat de productie daarvan groter is dan de productie van uiteindelijk monocultures, dus die gaat afnemen. Dus die hele grote agrobedrijven, de Monsanto's, de Syngenta's van de wereld en de Gemtech, de Gemcina, die gaan verdwijnen. Dat zijn de dinosauriërs
van de toekomst. Dat weten ze zelf ook. Daarom kijken ze zo, nu. Ja, alsnog lijken ze toch ja, wel. Ze werken allemaal samen. Het gaat ze behoorlijk goed, die ja, bedrijven. Ja, maar dat ging RWE 20 jaar geleden ook. Dus we moeten even kijken naar de toekomst. Wij zitten nu aan een fase, aan het begin van een curve, waarbij de restauratieve landbouw gaat toenemen. Waarbij de productie van de restauratieve landbouw gaat toenemen, mits er door aandring van ecologische zones en nationale parken aan elkaar verbonden weer gaan worden. Jouw werk. En waarbij we ook gaan zien dat die productie op de lange termijn die grond weer gaat verbeteren. Maar Wouter Helmer, die boeren zijn er niet eens. Nee, maar wij zien iets anders. Wij zien in Zuid-Europa al dat de jongeren die werkloos in de steden zaten, dat die langzaam terug gaan komen. We hebben zelf al in Spanje hebben een eco-restoration camp opgezet in het gebied waar we zelf werken, gebied Schoders Noord-Brabant. Natuurlijk gaat het langzaam, natuurlijk gaat het om generaties. Maar als je terugbrengt naar de commons, hè, want dit zijn de grond ja. is deels van de staat en deels van private boeren. Dan zie je dat die boeren samen gaan werken. En dat is precies ons vak ook. We willen dat die boeren gaan begrijpen wat ecologische principes zijn. Dat zijn ze namelijk kwijtgeraakt. Nog één keer, Piet. Ja. Nou, die boeren, dat ze verdwijnen, dat is mijn zorg ook. Nou, is het wel zo dat wereldwijd de kleine boerensystemen, die zijn ontzettend vruchtbaar en groot en die voeden heel veel mensen in de wereld. Dus ik geloof nog 3/4 ongeveer zo. In Nederland verdwijnen de boeren en daar moeten wij een stokje voor steken. Want ik vind dat boeren en burgers hebben een gemeenschappelijk belang om de basis van het leven, het voedsel, het land, om dat veilig te stellen. Als burgers zijn zo meteen overgeleverd aan de agro-industrie, waarbij ze niet meer weten waar het voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt en hoe lang ze zeg maar, daarvan kunnen genieten. In Nederland is een heel klein land, is eigenlijk net zo groot als Beijing, ook net zoveel inwoners. En we kunnen onszelf voeden. En dat moet ook de ambitie zijn? Dat moet de ambitie zijn. Wij kunnen onszelf voeden. Okay. Maar Flevoland is een exportstuk. Nou, dat is gewoon belachelijk. Dat moet de tuin van de groentetuin van het Westerste zijn. Ik wil nog even proberen samen te vatten. Eigenlijk zijn jullie heel hoopvol. Ik ben heel hoopvol. En ik ben ook heel hoopvol over de klimaatverandering. Want die gaan ons ontzettend mee. Jullie zijn ook het meest revolutionair tot nu toe. Vind ik. Ben jij ook hoopvol? Geen idee. Ik ben een van de grootste optimisten die ik ooit zelf heb tegengekomen. Nee, ik ben groter. We hoeven geen vleesverbod, we hoeven niet aan de kindpolitiek. Minder vlees, maar wel goed vlees. Ja, dat is in balans met het hele productiesysteem wat in Nederland gebeurt. Dus als wij over 100 jaar terugkijken op deze tijd, wat wij met dieren doen, hoe we dat. Nou, dan dat is het een barbaarse tijd. Ja, precies. En dus dat kan gewoon. Maar het wordt beter. Het gaat bijna vanzelf, we gaan de goede kant op. Wat belangrijk is. Klimaat helpt daarbij. De laatste zin. De onderliggende problematiek eronder is de hele financiële wereld. De financiële krachten zijn echt zo verhot. Ja, maar die gaat ook mee. En ja, maar goed, maar daar moet. En die touwtjes die moeten. Die beginnen al te komen. Okay. Ik wil nog één. Ja, mooi. Ja. Ja. Van het land in cultuur brengen en landbouw en de cultuur die daar omheen hangt is natuurlijk, dat is het in cultuur brengen van land. Gaan we naar de cultuur, naar kunstenaars, naar wat kunstenaars denken en misschien bij kunnen dragen of niet bij kunnen dragen aan deze discussie. Wat kan kunst begrijpelijk maken of inzichtelijk maken aan deze problematiek? En daar hebben we 3 mensen voor uitgenodigd. En die zou ik naar voren willen vragen. Renzo Martens, kunstenaar. Ook hij zit daar. Ook al kom er graag bij. Hartelijk welkom. Hoi. Hallo. Teresa Borazino, zij zit hier. Hartelijk welkom. En Lieke Marsman, die ik nog niet gezien heb, maar die is ongetwijfeld Lieke Marsman. Hallo, welkom. Hartelijk welkom. Hoi, Femke. Hoi, schrijver en dichter. En Teresa Borazino, kunstenaar, activist misschien ook wel. Dat is een interessante vraag op zich. Om maar even te beginnen. Deze hele discussie net, hè, Renzo Martens, als jij die hoort. Hè? De discussie die ik zag je zitten, ik zag je luisteren. Ja. Jij bent met een kunst, onder andere met een kunstproject bezig in de Congo. Huh? Waar een. Hebben we daar een foto van? Oh ja. Waar een plantage was en is ook, hè, maar die je probeert te transformeren van het cacao die daar geleverd wordt. En je probeert daar kunst terug te brengen, zeg maar. En wat je onder andere uit het project zou kunnen
opmaken, vind ik. Als je er als kijker naar kijkt, als kunstgenieter naar kijkt. Hè, dan zou je kunnen zeggen, is het eigenlijk een omdenken van, of een doordenken van wat monocultuur allemaal voor verschrikkelijks brengt. In de zin van wat de verbanden zijn tussen plantages, slavernij, planten in rijtjes planten. En daar is het een soort commentaar op, zou ik zeggen misschien. Ja. Ik weet niet waar ik moet beginnen, om eerlijk te zijn. maar ja, net ging het inderdaad over monocultuur. En monocultuur is inderdaad een groot deel van het probleem. Grote delen van Congo, maar dat wil inpraten. Ja, oké. Okay. Grote delen van Congo, maar dat geldt ook voor Indonesië en Colombia en talloze andere landen, zijn ten dienst gesteld van monocultuur. Enorme palmolieplantages. Nederland ook, hoorden we net. Nederland ook. Ja. Met dat verschil dan dat. Heeft iemand een doekje? Oh ja. Het is maar water. Ja, het gaat goed. We gaan er gewoon doorheen. Het wordt aangewerkt. Met dat verschil dat monocultuur in dit soort tropische gebieden maakt dat meteen allerlei inheemse diersoorten verdwijnen en dat het één grote ellende wordt. En vooral ook dat mensen die te werk gesteld worden op die plantages ook min of meer als een soort, ja, ook op hen wordt ook monocultuur van hen wordt ook monocultuur afgezet. Sorry hoor. Praat rustig door. Het komt nu toch echt wel verkeerd. Ja? Ja. Volgens mij kan je doorpraten. Ik hou de microfoon. Klimaatprobleem daar op tafel. Ja. Ja, dus mensen werken dan voor. Ja. Meer doekjes! Nee, hou er maar mee op, het is prima. Het is goed. Het gaat goed. Nee, ik weet niet of het met de techniek goed gaat, dat het gevaarlijk wordt. Oh. Is het ergens het nat wat, jongens? Dat ik zo geëlektrificeerd word. Ja, dat zou jammer net zoals, zijn. Hoe heet die Franse zanger die in bad ging zingen of zo? En toen, is het gevaarlijk? Dat is toch ook heel onverstandig. Maakt niet uit. Kloot van slabbert het. Ja. Nou ja, we wagen het erop. Nou. Dankjewel. Goed, dus wat er dan ook nog gebeurt is dat er mensen werken op die plantages, nu, maar ook de afgelopen 100 jaar. En die worden dan 10 of 20 of 30 dollar per maand betaald. En die gaan dan zelf, omdat ze voor die monocultuurbedrijven werken, gaan dan zelf daaromheen, om die plantages heen, de allerlaatste stukken oerwoud omhakken en de allerlaatste dieren opeten. Omdat hun lonen zo schandalig laag zijn dat ze helemaal niet kunnen leven van hun arbeid. Dus dat die moeten uitvreten? Dus ze moeten het helemaal uitvreten. Dus er is een soort multinationaal kapitaal. Kapitalistisch apparaat wat daar land en dan grote stukken land opkoopt of op andere wijze confiskeert, vaak ook onbetaald confiskeert. Daar dan bijvoorbeeld palmolie gaat verbouwen. Dat zit in deze koekjes onder andere en in talloze andere producten. Ik heb water voor je, waar zal ik het laten? Oh, ja. Doe voorzichtig ermee. Dankjewel. Zal ik het even in beheer nemen? Veiligheid. Maar wat grappig is, dus jij beschrijft allemaal dingen die we net ook van de landbouwers horen. Ja. Huh? Ja, dus je zegt, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen eigenlijk. Ja, ik zie dat ook helemaal. En, ik zie daar. Maar jij maakt daar dan. Jij probeert daar met kunst op te wijzen. Is dat je kubus? Nou, ook om er een beetje op te wijzen, want dat trekt gewoon de aandacht. Als je. We hebben op zo'n oude voormalige Unilever-plantage, de allereerste die ze ooit gestart hebben, Leverville, Congo. Daar hebben we een groot wit museaal gebouw neergezet. Ook nog ontworpen door. Het is niet zo groot, maar in the grand scheme of things is het groot. En vooral symbolisch is het groot. Want onze witte museale ruimtes, plekken waar liefde en eigenzinnigheid en kritiek een plek kan krijgen, en in zekere zin is de Bali ook zo'n plek, zijn historisch gezien gefinancierd door het plantagesysteem. Als je naar financiële lijnen kijkt, kun je zien dat het Van Abbe Museum, wat bijvoorbeeld, wat heel erg bezig is met de grote politieke schisma's waar we voor staan, historisch gezien gefinancierd is door afgedwongen monocultuur elders op aarde. Dus we doen iets heel simpels, dat is dat soort ruimtes voor liefde, kritiek en eigenzinnigheid, dus het tegendeel van monocultuur, terugbrengen naar de plantages die die ruimtes ooit gefinancierd hebben. Opdat plantagearbeiders de legitimatie krijgen, maar vooral de zichtbaarheid en het kapitaal weten aan te trekken om om grote stukken land terug te kopen en daar opnieuw inclusieve en ecologische landbouw te starten. Maar werkt dat ook zo? Ja, dat werkt. Want jij zegt, ik zet daar zo'n gebouw neer in de hoop dat zij geld terugkrijgen en macht terugkrijgen om een land terug te pakken als het ware. Ja, zo is het. Nou, ja. Ik vind het misschien dat je. Ja. Oké, okay. Nou, mooi. Nee, ik vind het misschien dat je nog iets kan vertellen over de chocoladebeelden. Ja, dat was. Dat illustreert het volgens mij heel goed. Jij kan daar chocola van maken. Ik
Ik kan daar chocola van maken, ja. Dat was onze eerste proof of concept. Zo heet dat. Er was daar een club plantagearbeiders die waren uitgerangeerd door het bedrijf. En zij komen vanuit de geschiedenis waar heel veel kunst is gemaakt. Heeft Picasso en de hele Europese avant-garde geïnspireerd. Maar op die plantages mochten ze uiteraard geen kunst maken. Want ze moesten gewoon elke type activiteit die niet leidde tot winstmaximalisatie via palmolie, productie werd verboden. Maar goed, ondertussen is de zaak een beetje veranderd. Unilever heeft die plantage ook achtergelaten, want uitgeput. En de grond uitgeput en de mensen uitgeput. En een club van die mensen is opnieuw sculptuur gaan maken, zoals ze dat dus vroeger ook deden. En we hebben die sculptuur gereproduceerd in chocolade, afkomstig van deze en andere soortgelijke plantages. En daardoor kunnen ze plots die sculpturen tonen, en we dan in New York. Tentoongesteld. Ja. En plots gaat de hoeveelheid geld die plantagearbeiders verdienen met cacao in dit geval, gaat met 7000% omhoog. Omdat ze nu hun eigen visie en ideeën daaraan toevoegen. Nou, dat is allemaal grappig. Het wordt pas echt interessant als zij dat geld niet investeren in flatscreens of iPhones, maar er stukken land mee terugkopen. En hun eigen economie diversifieren. Bijna helemaal op de manier zoals Willem het net vertelde. Dat er verschillende manieren, Willem Verwerd van Kammerland, dat je economie zodanig zou moeten kunnen diversifieren dat het niet meer nodig is om winst te maximaliseren door de bodem en de mens. Niet alleen biodiversiteit, maar ook een divers bedrijf. Wat Piet van IJzendoorn ook net zei, als biologische boer. Theresa, jij bent kunstenaar, happening kunstenaar. We hebben hier bijvoorbeeld een keer een diner georganiseerd. Dat had jij vormgegeven en bedacht, klimaatdiner, waarin bijvoorbeeld gerechten opgediend werden onder een onderlaag van olie. En dat soort, ik vond het buitengewoon mooi vormgegeven. En het zei ook heel veel over wat het is, hoeveel energie je gebruikt eigenlijk als je eet. Als je in de keuken staat, als je terugkomt van de supermarkt, gooi je al gauw allerlei plastic troep weg. Hè. Dat is olie en dat is... Ja. Maar heb jij het idee dat je als kunstenaar bij dit soort grote wereldwijde veranderingen, maatschappelijke problemen, dat je daar een bijdrage aan kan leveren? Of sta je uiteindelijk als je er naar kijkt, zeg maar, vrij machteloos tegenover? Nee, helemaal niet. Ik vind dat wij als kunstenaars wel een bijdrage kunnen leveren om mensen echt aan te wakkeren en wakker te maken en doen met zo'n ervaring bijvoorbeeld als dat diner, terwijl het was een performance gericht op een kleine hoeveelheid mensen, maar die mensen hebben wel een ervaring gehad die persoonlijk en emotionele niveau heeft geraakt. Mm-hmm. En die mensen kijken denk ik anders naar zo'n diner. Maar ja, de impact dat jij hebt met dit soort werken, denk ik, is ook beperkt. En daarom vind ik het ook belangrijk om kunst, wat ik ook, terwijl ik ben bezig met mijn eigen kunstenaarspraktijk, maar tegelijkertijd doe ik ook mee aan een kunstenaarscollectief, waarbij kunst en activisme samenbrengen om grotere veranderingen te kunnen brengen, hopen wij. En dan werk ik ook veel met sociale bewegingen, als kunstenaars, om de beweging ook groter te maken en levendiger en ook mooier, want dat is ook onze rol. Wat denk je dat kunst wel kan, dat bijvoorbeeld een goed gesprek niet kan? Of een lobby, of een... Noem maar op. Wat is de waarde die kunst dan vertegenwoordigt in het oplossen van zo'n probleem? Kunst kan je raken op een emotionele niveau, denk ik. Kan je buik en je hart raken wat een mentale en rationele gesprek niet kan, denk ik. Dat krijg je ook met een boek bijvoorbeeld. En als je een heel mooi boek leest, dan kun je huilen. Of een mooie film. Het is een hele persoonlijke, intieme ervaring. En je moet emotioneel geraakt zijn voordat je bereid bent om verandering te bewerkstelligen. Want dat is eigenlijk wat je dat ermee zegt, hè? Ja, ik denk dat het politiek... De daarmee politiek zeg je namelijk heel veel over de klimaatbeweging. Ja. Want een van de, denk ik,
steeds terugkerende problemen in het klimaatdebat is dat het mensen emotioneel niet raakt. Ja. He, zodat ze dan nog wel allerlei rationele afwegingen of morele afwegingen hebben, maar dat ze het niet voelen in hun buik. Ja, en dan kom je dus komen mensen niet in actie. Maar voordat we hier allemaal gedineerd hebben. Voordat we hier allemaal gedineerd hebben en wel geraakt zijn, dat duurt wel even. Maar je bedoelt, het is een kleine groep, wat je net zelf ook zei. Een klein groepje, dat vind je een bezwaar, bedoel je? Nee, dat vind ik niet een bezwaar, maar dat gaat heel lang duren voordat je iedereen emotioneel hebt geraakt, toch? Als je het via kunst doet. Nee, het ligt eraan wat voor kunst je doet. Het kan op een kleine schaal. Dit kan ook natuurlijk een boek met miljoenen. Ja, ja. Kan ook een film zijn. Kan ook een film zijn. Met een internationaal bereik. Ja, en het kan ook door de media. Hoeveel media-aandacht je kleine uiting krijgt. En het krijgt. Is denk ik een hele positieve manier om mensen emotioneel te raken. Want volgens mij de enige andere manier waarop je mensen emotioneel kunt raken om iets te doen voor het klimaat is een of andere ramp. Dat is waarschijnlijk de andere manier waardoor mensen denken, oké, nu ga ik iets doen. Dus dan is kunst vriendelijker dan een ramp. Dreigen met ellende, zeg maar. Hè? Dat is dan de andere. Dreigen met ellende of gewoon de ellende zelf. Nou ja, we zagen het straks met Irma en Harvey. Hè? Daarvan zei Rotmans, geloof ik, van dat helpt ons echt. Dus deze is positief? Ja. En waarom is dat positief, zeg maar? Nou, omdat er, neem ik aan, in jouw performances geen doden vallen. Ja, of in jouw boeken. Of niet, Nee, bijvoorbeeld. Dus, absoluut. Dat is een voordeel. Ja, nee, behoorlijk. Maar jij hebt een... daar is de omslag ook te zien, hè, het tegenovergestelde van een mens. Over die problematiek kan je natuurlijk ook, zou je zeggen, in de klassieke zin des woords, kan je daar een essay over schrijven. Ja. Ja. En waarom kies jij dan voor een roman? Nou, ik moet er wel bij zeggen dat het wel een essayistische roman is. Een gedachtenroman? Ja, en er zit ook poëzie in. Ik heb niet per se voor de romanvorm gekozen. Ik heb wel heel erg voor een ander onderwerp gekozen. Mijn eerder werk was helemaal niet geëngageerd. En het ging niet over klimaatverandering. Mm-hmm. En dus de keuze lag voor mij daar. Daar heb ik een keuze gemaakt. Die romanvorm. Had je een activistisch motief om het erin? Of was het gewoon een nieuw onderwerp dat zich voordeed, waarbij je dacht, nou interessant. Ik ging gaandeweg. Het begon eigenlijk dat ik klaar was met over mezelf schrijven. Dat heb ik 2 dichtbundels lang gedaan en daar was ik op een gegeven moment een beetje moe door. En tegelijkertijd was ik wel in aanraking gekomen met klimaatproblematiek. En ik dacht, het is ook al eerder gezegd, het is zo'n complex, vaag probleem. En ik snap het eigenlijk niet. Ik weet dat het belangrijk is, maar... Dat dacht jij zelf ook. En ik weet dat het belangrijk is. Maar ik snap eigenlijk niet zo goed wat... Ik snap niet wat CO2-emissie is. Ik snap niet waarom de aarde daardoor warmer wordt. Dus ik wil daar gewoon meer over weten. En toen ben ik erover gaan lezen. En gaandeweg werd ik steeds activistischer. Omdat ik in begon te zien... Nou ja, hoe prangend dat probleem is en ook hoe weinig eraan gedaan wordt door politici. Weet je, je zou wel kunnen zeggen dat de grote sociale emancipatie in de 20e eeuw, hè, de grote sociale beweging, is een heel effectieve samenwerking geweest tussen politici, denkers en kunstenaars. Er zijn talloze romans geschreven over... sociale kwesties. Over sociale kwesties, gedichten over geschreven, beeldende kunst, schilderijen gemaakt. Zou het zo kunnen zijn dat de afwezigheid van kunstenaars in dit probleem er ook toe leidt dat het niet breed ingang vindt? Waarbij het dus niet opgelost kan gaan worden. Ja. Afwezigheid of aanwezigheid? De afwezigheid van kunstenaars. Relatieve afwezigheid. Hè, dus, bij de sociale kwestie was het zo dat, weet je, voor heel veel arbeiders in de jaren 40, 50, 60 was het zo dat ze in gedichten, in literatuur, in boeken ook hun eigen lot terugzagen. En dat werd geromantiseerd. Daar konden ze zich mee verbinden. Met andere woorden, dat het zo'n onoplosbaar probleem is, komt door de afwezigheid van verbeelding vanuit de kunsten. Ja, waardoor er dus geen emoties... Maar waarschijnlijk het equivalent van mensen die toen op de straat op gingen om te strijden voor sociale rechtvaardigheid, economische rechtvaardigheid. Die mensen die zitten hier niet in de zaal. Het equivalent daarvan, de verliezers van de grote klimaatveranderingen en de verliezers van monocultuur wonen wellicht gedeeltelijk ook in Nederland, maar vooral in andere plekken op aarde. En dat zijn nou net plekken waar helemaal geen infrastructuur is voor kunst. Waar heel weinig infrastructuur is
Er is een soort globale economische segregatie tussen mensen die mogen praten, nadenken, kritiek leveren. Wij horen tot die club en dan heb je een hele andere club, die is veel groter, waar als je kritiek levert, dan ga je gewoon de bak in. En dat was hier in de jaren 40 of 30 of weet ik veel wat ook zo, ten tijde van de grote sociale strijd. Dus het gaat er misschien om te zorgen dat een heel andere club mensen op aarde hun agenda, al dan niet middels kunst, op tafel kan krijgen. Maar dat is op zich geen reden voor kunstenaars om zich afzijdig te blijven houden. Maar, lijkt me dat jij dat doet, maar er zijn natuurlijk in de kunsten komt het minder voor. Dus maar, missen gewoon expressiemogelijkheden. Het kunstapparaat is heel erg geleerd aan kapitaal. En ja. Kapitaal zit vooral hier. Hier en op, natuurlijk heb je in Dubai en in Johannesburg ook grote kapitaalaccumulatie. Maar op plantages of in mijnen of in arme vissersdorpen, ja, daar wordt het heel moeilijk om een dichtbundel te schrijven over klimaatverandering en die dan breed verspreid te zien. Dus ik denk dat het nuttig zou zijn, althans dat is iets wat ik dan zelf probeer te doen, om de mensen die toegang hebben tot die debatten en om die debatten kunnen bepalen, om daar andere mensen voor in te zetten of uit te nodigen of de middelen te verdelen. Ik denk ook wel dat een probleem of probleem is dat veel kunstenaars die ervoor kiezen om zich te engageren, niet voor het klimaatprobleem kiezen. Wat denk ik gewoon een hele praktische reden heeft, namelijk dat een boek over vluchtelingenproblematiek dat is dramatisch gezien, is dat een interessanter onderwerp dan een smeltende gletsjer. Een verdwijnende pingel. Ja, maar ook vergeten wij, denk ik, om de problemen te verenigen. Want ik zie het als één probleem. De klimaatproblematiek en de vluchtelingenproblematiek. En wat wij doen is gewoon alle problemen te scheiden. Wat jij doet ook met sociale, economische oneenigheden. Ongelijk. Ja. Sorry. Is ook onderdeel van het klimaatprobleem. En andersom ook. En dus dat is ook wat wij zien in de sociale beweging. Want de klimaatbeweging in Nederland is heel groot. En dat is klein vertegenwoordigd hier. Ook vooral in deze debatten. Wordt ook niet... Wat bedoel je daarmee, als ik vragen mag? De klimaatbeweging is weinig vertegenwoordigd in het algemeen. In het algemene debat van denkers en cultuurmakers. En, hier komen ze. Ik ben blij dat het ook in het programma staat, Code Rood, bijvoorbeeld. Ja. Het is ook een goede voorbeeld. En, maar wat ik wil zeggen is dat... de sociale beweging werkt ook niet samen. Dus de antiracismebeweging werkt ook niet samen met de klimaatbeweging. En terwijl het ook een probleem is. Klimaat is ook een racisme. Zijn gescheiden werelden, zeg je eigenlijk. Silo's onder Willem Verber, dat silo's. En concurreren natuurlijk om schaarse media-aandacht. Dus, in zekere zin hebben wij dat ook weer zo gedaan door een kunstenaarsilo hier aan tafel te vragen. Ja. En bij deze tafel ga ik daar wel weer mee afsluiten. Ik wilde hier, Ik wou eigenlijk... Nu al. Want we gaan nog even luisteren naar kunstenaar, naar Lucky Fonds de derde, voor de tweede keer. En daarna is het weer 10 minuten heel even pauze. Hartelijk dank voor jullie alle drie voor deze bijdrage. Is het grappig hier. Dank jullie wel. Ja. Ik werd geraakt door wat er net gezegd werd door de ethicus, mevrouw van Steenbergen. Die zei van tenminste als ik goed begrepen heb, suggereerde ze dat een beetje doof zijn voor de stemmen van de toekomst. De mensen die in de toekomst geraakt zullen zijn door de menselijke omgang met het klimaat nu. En dan dacht ik van dat is wel een ernstig probleem van communicatie. Die kan je niet echt horen. Dus ik dacht, dan moet je trainen in het luisteren of trainen in horen. Dat is misschien sowieso een goed idee voor in je leven. Ik doe dat zelf ook graag. Ik train het door van dingen van dichtbij te luisteren. Bijvoorbeeld spullen in mijn huis.
probeer hun stem altijd te horen. Van mijn kast en zo. En van mijn meubels. En ze komen ook vaak met interessante dingen. Gewoon advies of zo. Ik ga een lied over zingen. Het heet Huisraad. Als een kind, dat alles nog moet leren. Als een kind, dat amper nog kan staan. Sta ik hier voor je te proberen om de stem van dingen te verstaan. Want in de nacht dan gaan ze praten met zichzelf, zichzelf en elkaar. En als alle anderen gaan slapen, dan sta ik op en dan luister ik daarnaar. En mijn laken spreekt Arabisch. En mijn kussens zuchten zacht. En mijn kast die kan mooi zingen. En dit, dit zongen ze vannacht. Zal er ooit een jurkje in me hangen? Zal er ooit een hakje in me staan? Inshallah, zal ze in me liggen. Inshallah, horen wij haar naam. Inshallah, horen wij haar naam. Ja, inshallah, dat betekent dus, als, zoals de meeste mensen zullen weten, wel, als God het wil. Of, dat, zo van, laten we het hopen eigenlijk. Dat is gewoon een uitdrukking. En laatst hoorde ik zingen, Alhamdulillah. Alhamdulillah betekent God zij dank, of dankzij God. Ook een uitdrukking als datgene waarvoor je inshallah zat, zag, zei, als dat uitkomt. Alhamdulillah. Oké, nu ga ik nog één. Ik ga nu een kort lied. Het is minder frustratie deze avond dan ik verwacht had. Maar ik proef wel hier of daar een soort frustratie of zo. Maar het zijn een hoop mensen. Zo, ja, iedereen wil graag goed doen. Dat is mooi. Dat is positief. Maar ik proef af en toe frustratie over de onmogelijkheid om voor het belang ervan te communiceren. En een soort machteloosheid misschien. Dus nu ga ik een lied zingen over machteloosheid. Het eerste woord is, de eerste regel is ook. Anders dan een ander.
Ik wil nog één keer lang niet dood. Ik wil nog één keer heel erg groot. Ik wil nog één keer iets beleven. Ik wil nog één keer lang niet dood. Ik wil nog één keer heel erg groot. Ik wil nog één keer iets beleven. Ja, absoluut. 10 minuten.